Welkom terug bij de kookshow die nog steeds geen naam heeft. Mijn naam is Stijn en ik dacht tot een jaar geleden dat ik hummus niet echt lekker vond. Omdat ik alleen nog maar hummus uit de supermarkt had gegeten en die smaakt een beetje stoffig. Maar sinds ik het zelf maak, kan ik er eigenlijk geen genoeg van krijgen. Het mooie is dat je ook alle ingrediënten altijd in huis kan hebben, omdat niets bederft. Dus let's go! Hummus betekent letterlijk kikkererwten, wat ook het hoofdingrediënt is. Verder heb je tahin nodig. Tahin is een pasta van sesamzaad die op dezelfde manier als pindakaas wordt gemaakt. Door de sesamzaden helemaal fijn te malen, komt er olie vrij uit de zaadjes, waardoor je een gladde, vettige substantie krijgt. Tahin kan je tegenwoordig bij de meeste supermarkten kopen. Om hummus te maken heb je wel een keukenmachine of staafmixer nodig, anders krijg je de erwten niet egaal gepureerd. Ik gebruik deze hakmolen voor mijn staafmixer, maar een gewone staafmixer of blender werkt prima. Open je blik kikkererwten en giet het vocht af, iets waar ik blijkbaar moeite mee heb, maar bewaar het vocht wel. Dit gaan we volgende aflevering gebruiken. Die episode komt overmorgen uit en is een perfect recept voor een heerlijk weekendontbijt. Gooi het blik erwten in je mixer of mengkom. Tahin moet je voor gebruik goed doorroeren, omdat de olie en de sesambrij scheiden als het te lang stilstaat. Doe een grote eetlepel tahin erbij. Met de rest van de ingrediënten balanceer je de uitgesproken smaken van kikkererwten en tahin. Een klein scheutje olijfolie, een beetje citroensap om door de vettigheid heen te snijden, een teen knoflook, grof gehakt want die wordt toch nog vermalen, theelepel komijnzaad, optioneel, peper en zout om het geheel op smaak te brengen, en tenslotte een beetje koud water. Ik doe de ingrediënten op gevoel en raad aan dat jij dat ook probeert. Dat is leuk en leerzaam. Het luistert allemaal niet zo nauw en je kan altijd nog aanpassingen doen. In de beschrijving hieronder staat nog een geschreven recept. Als alle ingrediënten bij elkaar zitten, kan je het fijn draaien. Met een staafmixer duurt het iets langer, dan zal het iets grover zijn, maar niet minder smakelijk. Lekker douwen. Zoef, 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 ra, ra, ra. En in een paar minuten heb je heerlijke zijdezachte hummus. Garneer met een beetje olijfolie en vers gemalen peper. En als je het een paar keer gemaakt hebt en toe bent aan iets nieuws, dan kan je eindeloos variëren. Je kan elke smaak die jij lekker vindt meeblenden. Verse kruiden zijn heerlijk. Koriander is mijn favoriet. Of je kan een schep sambal of chiliolie toevoegen voor wat extra pit. Weet je wat ik dus zo mooi vind aan zelf hummus maken? Je gebruikt alleen maar lang houdbare producten en maakt er iets heerlijks vers van. De eenvoud van dit recept is geweldig en een reden om het ook gewoon heel vaak te maken. Volgende episode gaan we het restproduct van de kikkererwt gebruiken voor een heerlijk ontbijt. Die aflevering komt over 2 dagen uit. Ben je nog niet subscribed? Druk dan op de rode knop hieronder, want je weet het hè. Je moet connected zijn man. Tot de volgende.